Daily. Live streams. Elkavate. Shadow. Seek legends. No man. Hey kijkers van Sick Legends, welkom terug bij alweer de 6e, 5e, 4e, 7e, 8e, 9e, 10e. Weet ik niet hoe welke aflevering het is. Lekkere voorbereiding, let's go. Precies. Ik ben vandaag met Nick, oftewel de Struder 97NL. Hij gaat vandaag lekker meedoen en introduceer jezelf maar. Dus ik ben Nick Boys. Ik ben een beetje jong. Oh, yo, wat doet deze schaap? Ik ben 16 jaar. Ik heb een kanaaltje met op dit moment 20 meer subs als deze pata. Maar dat zal snel veranderingen brengen. Probably. En random mensen gaan ons natuurlijk joinen. What's up, Jordy? En dat moet je echt niet zeggen. Je moet nooit zeggen dat een opname is. Wow, ik krijg helemaal afgeleid. Dat ben ik een beetje. En we doen gewoon mee. Je hebt mijn video opgenomen, zet op mijn kanaal. Link staat ergens in de beschrijving. Andersom ook, alleen deze video is waarschijnlijk een stukje later online, maar dat maakt niet uit. Oh, een beetje drops of zo. Maar maakt niks uit. We gaan gewoon survivalen. Gaan gewoon survivalen. Ja, sure. Precies die. En ik heb een enorme lek. Maar jij net ook op, toch? Ja, ik neem op. Precies. Dan stop ik mijn opname gewoon, want jij neemt gewoon op, want ik heb enorme lek opeens. En nu niet meer. Nice. Chill. Maar ja, in ieder geval, we gaan vandaag minen. En we hebben een aflevering opgenomen eigenlijk, maar ja, het ging fout, omdat deze meneer mij in de lava sloeg, waardoor we ons kwijt raakten. Wat is dit voor kop? Ja, hij is in Vanish en hij heeft een fucking skeleton kop aan. Maar maakt niet uit, het kan gewoon in de SL-server, daar zitten we nu. IP staat in de beschrijving, als jullie willen joinen. Het is gewoon een open server, je kan gewoon joinen, je kan doneren, je kan VIP worden, VIP+, SL, VIP, et cetera, ga zo maar door. En je kan fanboy van de Struder worden, voor 5 euro. Ja, 5 euro, nee. Alles van mij is voor hij, hij heeft een YouTube-rank gekregen van mij, omdat hij gewoon een baas is. En ja, hij heeft ook een YouTube-kanaal en we helpen elkaar, support elkaar, dus that's it. Zo nu en dan, 1 keer in de maand. Maar ik heb nog geen, een fucking pickaxe. Ik heb hier iron en ik heb hier diamond. Zit er hierin? Iemand, ja. Nou, die heeft niemand gestolen gelukkig, want die chests staan nog wel open. Oh, dat is niet zo slecht. Pak wat iron bij je, oké? Ja hoor. Ik had je verteld dat je met signs op die chests kan zetten en dat dan voor jou is, zeg maar. Ja, dat niemand erin kan. Ik zou het even uitlaten. Ik zou het leg het eens uit in de kiekers, jong. Ja, maak een sign. Oké, ik ga het proberen. Heb ik zat? Ja, net. Nice. Wat is de bedoeling? Ja, veel mensen weten wel hoe je signs maakt, zo niet. Ja, tenminste, ik faal best wel achter, want ik wist het echt niet. Nee? Nee, net niet, nee. Nou, oh, ik heb één... Hoe stug is dit? Wat? Ik heb één... fucking ding te weinig, hoe heet dat? Ding. Ja, die ding. Ik heb hier altijd even wat, hoe heet het, van die oak blocks van jou, want het schiet niet op. Het gaat helemaal geweldig, jongens. Maken. Is cool. Maar je zet er 6 blokjes neer en een blokje en hup, deze al je neusje. En als je dus... Oh, ik had al signs, ik ben zo'n mongol. Maar als je dus signs hebt, wat je dus doet, je moet dus op zo'n kistje en dan doe je... Wat was het? Rechtermuisknop, hè? Ja, op de voorkant van de kist en dan doe je gewoon gelijk done. Ja, dan klik je op done en staat er private, dus Struder NL en nu komt deze bitch... Ja, hij wel, maar jullie komen er niet meer in. Of nee, ik kom er ook niet in. Echt niet? Nee. Oh, netjes, ik is dacht echt jij was. Gewoon gelokt naar jou. Alleen ik maak altijd die sign kapot en dan is het. Ha! Lek voor je, jongen. Oh, maar je kan hem wel kapot maken. Ja. Dat is wel intro. Maar goed, we gaan naar beneden. Ik heb nu diamond pickaxes bij me, dus. Oh, badass. Ja, en jij hebt iron toch? Ja. Ik maak ook wel even iron, want anders voel je je zo loner, weet je wel. Ach joh, iron, diamond. Het is dan hetzelfde, jongen. Maakt het iron goed. Noob. Oh, gaan we zo beginnen? ik ga alvast naar beneden. Doe dat. Oh, heb je trouwens, heb je kool? Heb ik kool? Nee, ik heb geen kool. Oké, dan moeten we kool fixen. Ik ben uit mijn koolvoorraad. We moeten even wel, ik vind het zo mooi, ik vind het best wel een mooie ding. Server. Ja. Ja, vooral hier, die beneden met die mine mindshit en zo, vind ik wel nice. Is goed gemaakt, Ja, goed georganiseerd. Kostte maar 5 euro, maar kom er. En kijk, als jij met je 5 euro. Altijd, jongen. Als je mij iets vraagt, hè, 5 euro, altijd. Mm-hmm. Ik vroeg om een retweet van hem. Gewoon, ik sportte zijn Twitter. Ik vroeg om een retweet, ja, 5 euro. 5 euro, hè. En mijn reactie, mijn bal. Altijd, je zegt het zelf.
What the hell? Ik ga eens hier in het water omhoog, best wel random. Waar ben jij? Ik ben kool aan het hakken. Huh? Oh, maar je bent er wel? Ik ben er wel. Echt? Hé, wat? Of niet? Oh, jij bent naar beneden gegaan. Nee. Wie is dat dan? Ik sta hier bij jou. Kut, ja, zijn... jij valt naar beneden. Het zijn zombies. Oh, bam! Kom mij helpen. Bam! Nice. Je ziet ook hartjes boven. Creeper. Hi, Creeper. Oh, shit. Oh, fuck. Ik haat dit soort beesten zo hard, hè. Oké, ik heb die beestjes dood. We moeten even fix die kool. Wow. In één keer komt hier uit een schulpje. Creeper! Oh, ik moet eten. Weet je wat het is? Weet je wat het is? Het is meer water dan vis. Wayo, die woordgrap, doe. Yo, je weet zelf, doe. That badass. That badass, doe. Even kijken. Ik hoef geen rat en flash. Ah, ik kom hier gewoon niet omhoog, mensen. Maar waar gaan we nou op zoek? Oh, er zijn skeletons trouwens, dus beware. Even denken. We gaan... Wat is de challenge van deze keer? Oh, trouwens, we hebben zelf nog een leuke prijsvraag voor jullie, maar die komt zo. Eind van de video, afkijken. Zo mooi, hè. Is zo mooi. Ik vond hem geniaal. Kan je dus mee gaan doen, als je deze video gewoon fatsoenlijk afmaakt, kan je dus later mee gaan doen met onze tweetjes. En ik heb ook nog een standaard regel, die heb ik net bedacht. Dat vind ik gewoon YOLO. Dat is, als ik een bepaald aantal likes zie op deze video, dan komt er gelijk dezelfde dag, of de volgende dag gelijk, ja. Komt er een volgende aflevering online. Oh, we moeten echt even, fix even wat licht, man, anders gaat die opname helemaal zwart worden straks. Ja, precies. Ik heb kool. Ik zie al bijna niks. Jezus. Oh, verkeerd. Misklik. YOLO. Typisch, hè, met je buttons ook altijd. Bam. Kijk, ja, hier zien we wat. Hij vroeg aan mij, wil je stick, of mag ik, nee. Right, Creeper. Achter je. Oh, bam. Ik leef. Ik ben dood. Bijna. Echt? Bijna. Ik moet even regenen. Maar in ieder geval... Nee. Oké. Okay. Oh ja, die leuk. Ik vroeg aan hem, mag ik sticks maken in zijn aflevering? Links in de beschrijving. En hij zegt, ja, is goed, hier gaat heb je hout. Spam. Hier heb je hout. Ik dacht van, ja, het zijn logs, dus ik dacht van, jij moet eerst hout maken. Hoe heet zo'n shit ook alweer? Een plank. Een plank. Dus ik pleur er nog gewoon in, gewoon één. En ik doe gewoon shift en left click. Zo van heb je alles in één keer, gelijk alles. Ja. En had ik opeens allemaal buttons. Dus ik faalde echt super hard. Ik doe van leuk die al mijn shit en ja, toen. Nou is hij geband voor altijd op mijn server. Echt? Ja, nee. Wacht, ik ga die kool hierboven pakken. Ik moet echt even kool hebben, man. Jezus. Ja, ik ook. Dus ik ga nu ook even kool hakken. Ja, het is anders zwart. Ik weet niet of jij dat wel eens gemerkt hebt, maar ik keek wel vroeger Minecraft-video's. Zal ik dat eerlijk zeggen? Je video's zet het zo bright staan. Hè? Huh? Ja, altijd. Helemaal. Maar nog steeds. Het is echt... ik zie dat zo vaak fout gaan bij YouTube, hè? Ja, precies. Maar... Het gaat echt heel vaak fout. Dan vergeten ze gewoon een toortje neer te zetten of zo. En dan is het zo van... Klopt. En dan denken ze dat iedereen alles ziet, maar dat zien ze niet. Begrijp het nou eens een keertje. Nobody knows. Oh, ik heb trouwens ziek veel iron gevonden. Nice. Ik ben naar boven aan het klimmen. Wat doe ik? Huh? Wat doe jij? Ja, ik was aan het zoeken. Ik sta achter je zowat. Ja, chill. Maar is hier... Oh, ik was die kool hier aan het pakken. Gym map. Oh, daar is ook kool weer. Maar dit is een doodlopende grot. Dus ik dacht... Ik vind het wel een vette grot op zich, dat wel. Het is echt overal water en shit. Mm-hmm. Heb jij een paar, hoe heet dat, van die dingen van mij? Van die lichtdingetjes? Ja, die ja. Kijk. Ik heb twee, ik moet nog maken, wacht, ik ga nu maken. Ja, ik kan het zeggen. I got this, bro. Het is een beetje belangrijk. Oh, nu begin je echt al mijn woordjes over te nemen. Bra. Dat is bra. Ja, dat is de shit. Dat is jouw bra. Hey, een Enderman. Slenderman. Oh, dat zijn toch van die gasten die niet mag aankijken of zoiets? Ja. Ik kijk hem nu aan en ik... Au, ik ga dood. Ik heb het overleefd. Wat? Als ik dit had opgenomen, was ik gewoon een baas. Nee, ik keek naar je, dus... Dan zag ik hier een fucking baas aan het... Ik heb naar je gekeken. Ik wou je niet komen helpen. In de spotlight en zo. Oh, iron. Van... Spinnetjes? Zo van, Mitch, ga je gang maar, doei. En daar komen nog meer beesten aan. Oké. You there, bro? Met je iron. En creepers en je moet me helpen. Ik ga dood, hè, ik zweer het. Nee, trouwens, net niet. Net niet. Gewoon maar even eten. Ja, ik zag het wel, maar ik wou je niet helpen. Thanks, bro. I really appreciate it.
Hieronder een spinnetje. Fucking veel iron. Ah, die kan toch niks doen, denk ik. Pak maar weer de iron, ja ja. Ja ja, ik pak plaats van een vriend redden, nood, gewoon iron pakken, jongen. Wat is dat nou? Ja, ik heb dat altijd, ik weet niet of jij dat hebt, maar als je iron ziet, of je ziet de ores, zoals coal of wat dan ook, dan moet je het pakken, want anders ben je gewoon noob. Klopt. Wacht, anders is zo van. Cole, wacht, laat mij die coal pakken, jij flikker. Ik heb het nodig. Ik ben bijna level 30, dus high back. Echt? Ja. Noob. Ik ben al bijna level 2, wacht, nog één coal, let op. Oh, let op, ik let op. Nog één. Ik hoor een skeleton doodgaan. Ja, ik ook ergens. Gooi je licht, bitch. That's it. Bitch, please. Goed zo. Oh, hier heb ik kool. Oh. Hey, een spin. Hallo. Ja, hoe ja, maakt u het, meneer Spin? Level 2. Doe je, meneer Spin. Jongens, ik ga ze daar voor jullie licht maken. Rustig aan. Oh yeah, beast mode. Niet zo. Weet je dat er gras groeit onder de grond nu? Echt? Ja. Als je naar mij toe loopt, zie je het. Ik zal zo eens komen kijken, jongen. Hoe kan je, zeg maar, als jij items, weet je wel, in een box gooit, gewoon alles in één keer droppen, als je weet wat ik bedoel. Hoe bedoel je? Ik wil 10 boots maken, weet je wel. Echt, dat kan niet met boots. Nee, maar weet ik veel, met irons of wat. Als je bijvoorbeeld met logs doet of zo. Ja, dat dan. Dan pleunt er gewoon één, zo al die logs erin, die je maar kan. Dus 64, als je bijvoorbeeld 64 hebt, dat is gewoon een stack. En dan doe je shift en dan linker muisknop op die planks. Ah, oké. Okay, die aan craften bent. Ja, ik... Dan heb je gelijk alles. Voor de mensen die het niet willen weten, ik ben echt zo'n zieke noob in Minecraft, hè. Echt, niet normaal. Volgens mij hebben ze dat al gemerkt, maar... Ja, klopt. Ik weet helemaal niks. Jullie weten alles meer als mij. Ik speel dat super weinig. Of ja, ik begin te laten zitten om niet te spelen. Holy shit, wat is dit? It's an... Kom terug, it's a student. Serieus, ik kan die gast... Oh, ik heb hem al. Laat maar. Zo onzeker van zichzelf. Ja, nee, dat was zo gaar. Zo van, ik kan er niet aan. Oh ja, toch wel. Kijk dan, jongen. Gewoon random. Hup. Oh, wat is die? Hey, lapis lazuli. Heb je dat al een keer gezien? Ja, heb ik ook wel eens gezien. Die ken ik wel. Er komen er iets van 7 oors uit, toch? Nee. Ja, hoeveel dan? Hoeveel stuks heb ik? 14 heb ik er nou. Ik heb er nu 4, dus ik weet niet voor jou, maar... Ik heb er 14. Ik ga naar beneden graven en ik ga naar 12, wil ik nu. Oh ja, en hoeveel zitten we nou? Eens even kijken. Niet naar beneden graven, maar gewoon een trappetje maken naar beneden. Ik weet wat je bedoelt. Nooit naar beneden graven op Minecraft. Ik moet wel stripminen, dat is mooi. Ja, maar dat doe ik straks wanneer ik wel even 12 ben. Want daar is de meeste diamond kans, zeg maar. Oké. Okay. Volg ik jou wel. En dan geef ik jou wel wat licht en zo. Ja, jij bent... Doe jij minen met je diamond? Ja, doe ik wel. Ik pak even die iron eerst even hier. Oh. Gaan we de iron roeren? Ja, ja. Ja. Oh, wat een flikker ben jij. Wat een flikker. Wat een flikker. Hey, nog een case is er gevonden. YOLO. Wat heb je ervan? Ja, zo'n nieuw cave. Oh! Pak even iron. Dan is dit geen system, maar... Dat noem je gewoon een cave, oké? Okay? Yeah? Ja, het is gewoon een cave. Even kijken. Een grot. Torches. Overal. Torch. Ik loop de andere kant op. Let op, ik vind in één keer mijn... Dit is echt zo creepy af en toe, die diepe duisternis. Wow, hier is één gekke lava shit, gast. Nice. Moet je komen kijken. Wil je een koekje? Als kan. Oké. Ik stuur een mail straks wel, mag je hem opsturen. Ja, ik stuur hem wel via mail, ja, via post. Via Skype en zo. PostNL. Dat bedoel ik. Kijk dat, fucking ziek. Mhm. Ik ben be... Doei, zombie. Oh. Ja, ik ben niet lief tegen zombies, sorry. Hij heette Arthur, nou, ik had hem al een naam gegeven. Oh, jij noemt je soms Arthur? Ja. Ik noem ze meestal Walter of zo. Ik vind Walter wel een epic. Gerard. Waar ben je heen gesprint nou weer, hè? Oh, yo, ik van... Hè? Wat? Waar ben je? Zit je weer spam te gooien? Wil je het doen, nee? ja, ik zie het wel. Ja, sorry, ik moet. Het is... Ik ben arm en ik heb geen kinderen en ik moet... Oh, nee. Je moet ervan leven. Van bullshit. Nee, ik heb een... Ja, dat. Een serverhoosje. Hoe heet die gast eigenlijk? Oeps, dat weet ik niet meer. Julian Hofman, dat is mijn host. En die sponsor die ik waarschijnlijk kan krijgen is Redcore Games. Of wees. Redcore Gamers. Ik stuur je wel een link zo meteen. Hey, is lava, ga er niet in. Jawel, man. Gewoon doen. Geef je wel een duwtje. Geef je wel een duwtje, net zoals je net deed. Sorry, man. Een misgunning. Kunnen we toch doorlopen nou? Ja, gewoon doorlopen, rechtdoor. Nee, maar is het allemaal lava? Of? Ja.
Ja, wel? Oh, is het trouwens op level 9, dus we moeten gewoon eigenlijk al lang minen. Oh, shit. Ik ga nu strip minen gewoon. Weet je wat? Ja, weet je wat? Hier heb jij een diamond pickaxe. Ben jij ook wel lekker blij? Kan jij dat nog sneller hakken? Woep woep. Ga het geld verkopen, jongens. Wilt iemand een diamond pickaxe? Dan 5 euro. Wacht, aan de linkerkant moet je je dingen doen, want nu breek ik alles. Oh, je moet... Ja, nee, het is aan de regel altijd. Je moet... Hier moet je minen. Hier. Deze moet je minen. Oh ja, klopt. En dan moet ik die minen, dan zit er al één stuk tussen, weet je wel. Ja, klopt. Maar dan is het minder gezellig. Ja, maar dan maak ik uit. We horen elkaar door de muur heen. Door dat ene muur. Lava. Door mij. Chill, man. Oké, okay, ik ga eventjes anders doen. Zo. Hierheen, 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 hierheen. Oh, lava. Nou, het gaat... Oh, wat? Lava. Lava. Oh, oh, oh. Lava, lava. Ik zal het even blokken, want... Ik ga even naar boven hier. Kom eens naar mij toe, ja, trouwens. Okay. Dan kunnen we hier... Oh, lava. Oh, 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 stop. Oh, stop. Iets verder dan dat. Oké, okay, ik denk dat we even een omwegje moeten nemen, man. Nee, nee, I got this. I got this. You got this, ja. Yeah. Oké. Okay. Oh, dit is die hele shit. Oh, ik kan dat zo slecht met shift, doe je dat, hè? Ja. Ik zou maar... Ik maak het wel een beetje... Vet. Ik breek wel alles wat je veelt, oké? Wat zou je spreken? Weet je wat we doen? Dan gooi je gewoon lava, hè? Oh, lava. Voor de final seconds, weet je wel? Ja, voor die spannende momenten. Dat bedoel ik. Even kijken. Oeh, ja. I got this. Gewoon door. Mooi ook, dus ik ben hier altijd zo slecht in. Ik weet nog, ik heb ooit een survival met Jitsen, God Shut Up gedaan. Mm. En dan leerde hij mij in 4 dagen Minecraft, zeg maar. Nou. Is gelukt. Ja, wat denk je zelf? Zou het horen niet. Hebben we er wat van gezien? Je sloeg je eigen teammaat in de lava, dus nee, denk het niet. Niet echt, hè? Nee, het is mission failed. Oh, je rest is ook... Oh, lava. En wat misschien wel grappig is om te weten, dat hoogstwaarschijnlijk Nick en ik vroeger met elkaar gegamed hadden en het niet eens wisten van elkaar. Heel per ongeluk. Maar, ja. Nee, het is zo, we kennen dezelfde mensen. Ja. Ik wil, wanneer was... Ja, nee, ik ga geen namen noemen, dat kan ik zo stug. Maar wanneer was de laatste tijd dat jij met die mensen had lopen gamen? Echt vol? Half jaar, denk ik. Gewoon voor het laatste, wat? Ja, ja. Oh, nee, voor mij een maandje of 3 nou. En dan heb ik al 5 maanden ermee gespeeld. Dus, Diamond! 1, 2, 3, 4, 5. Oh, shit. Thanks for giving me it, bro. Nee, je mist er een. Wat? Ja, daarboven. Ja, ik heb hem. Heb jij hem nog gejat? Oh, ik heb er 6. Ik heb er 1. Nu hebben we er 7. Nice. Okay, ik ga er even hier links strip minen. Weet je wat het leukste is om naar te kijken voor de kijkers? Ja. Minen. Ja, ik vind ook. Gewoon niet. Random shit. Gewoon vinden. Niet. Gewoon niet. Maar bouwen, zou dat niet leuk zijn? Bouwen is veel leuker. Bouwen is veel gezellig. Maar weet je wat het is? Ik kan niet bouwen, hey. Fiets. Huh? Dat ook, je kan niet bouwen. Nee, ik kan niet gewoon bouwen, let maar op. Oh, ik ga daar binnenkort een keer doen, man. Ik ga binnenkort bouwtutorials maken. Tutorial. Jij moet echt een keer mijn Photoshop tutorial... Diamonds! Woop. Nooit. Jij moet echt een keer mijn Photoshop tutorial... best veel. Hoe de fuck kan jij daar... Oh, jij bent gewoon... Yo! Faggot. Nee, niet. Faggot. Oh, nice. Kijk, ik heb er nou 7. Deze. Ik heb er 6, dus... Nice. Seems legit to me. Deze aflevering gaat heten Nick de Noob vindt diamonds. Oh ja. Of iets in die richting. Iron Man. Iron Man. Ik vind het wel nice een eigen server. Maar ik ga niet zelf denken om eraan te beginnen. Misschien ooit wel, maar... Ik zou... Ja, bel maar, ik help je. Puur om er zelf op te spelen en misschien als mensen echt... Als ik ooit een YouTuber met 10.000 jongens vooruit, dan zoek jullie. Vergezellen met een... Nee, maar het is heel gezellig, hoor. Dus ik heb dagelijks 20 tot 30 misschien... Verschillende mensen. Soms minder, soms meer. Dus het is heel erg afwisselend. En je leert steeds nieuwe mensen kennen omdat die server open is. Ja, dat is waar. En je gooit gewoon elke dag op Twitter van... Hebben jullie de server al gejoind? Of wat dan ook. Of 1 keer in de 2 dagen of wat dan ook. Ja, even spammen. En dan is het van... Zie je weer nieuwe mensen en denk je van... Oh, gezellig, chill. Ja, ja. En je hebt ook van die mensen erbij die gaan schelden en weet ik veel wat, en dan doe je weer /ban en dan
gaan ze hier op Twitter, ja, gaan ze stalken. Waarom heb je me geband? Waarom heb je dit? Waarom heb je dat? Nou, gast. Maar in ieder geval, als je ooit geband wordt, jongens, denk goed na. Ik bedoel, misschien sommige kijkers van jou keken ook wel eens mijn video's. En dan weet je dat ik een chat heb op Skype en dan... Het was zo uit de hand gelopen. En dan zaten er dus mensen, weet je wel, die... Eén persoon of twee personen, die gingen in één keer 80 tot 150 personen toevoegen. Ja, zo. En dan denk je van, ik ga even kicken. Nou ja, ik ben voor een nieuwe chat gestart. Het zijn voor de fanboys een beetje, man. Die zweet zelf. Voor de fanboys. Ja, is altijd, ik vind het wel nice. Kijk, het wordt steeds moeilijker, weet je wel. Jij was ook klein, weet je wel. En vond je het leuk om comments te hebben en zo. Uiteindelijk krijg je er gewoon veel, weet je wel. Ik heb weer zo'n cave shit gevonden. Oh, nice. En diamond. Bitch. Ik heb redstone. What? Road to diamond. Ik heb redstone. Fucking hell. Wat we gaan doen aan het eind van de aflevering wie de meeste diamonds heeft gevonden. Ja, probably jij. Dat lijkt me gewoon chill om te doen. Dan is redstone twee keer zoveel als diamond. Ik win. Gaat win. Gaat win. Oké. Wel echt veel redstone heb ik, jezus. Oh, nu maar één diamond. GG. No way. Ik heb ook heel veel redstone, hoor. Beest. Ik heb 30 redstone. Joi. Die diamond axe is echt wel echt goed aan de lang, hè? Ik heb een tip van Ilko gekregen. Ja, ne? Ben je al een keer in een cave system geweest? In zo'n, echt zo met dat houten shit in zo'n spawn? Oh, met mines? Ja. Goed. Ja, heb je dat ook gezien? Ja. Dan heb je toch altijd van die gangen en dan denk je van, waar de fuck ben ik? Klopt. Nou, als je nou in zo'n gang bent geweest en het loopt bijvoorbeeld dood, dan ga je terug. En dan ziet als er best wel creepy uit. Wat? Als je bijvoorbeeld zeg maar dit hebt. Bijvoorbeeld, kom eens naar mij toe. Laat ik het even zien. Even steen. Ik heb steen. Ja. Je hebt dit. En dan heb je zeg maar hier een gang. Die loopt hierheen. En dan heb je daar een gang. Die loopt daarheen en daarheen. Je weet hoe het gaat. Ja. Als je hier loopt en het loopt hier dood. Dan loop je terug. Dan zet je hier een toorts neer. Dan weet je dat je daar bent geweest. Ah. Dan ga je hierheen. En dan als je daar bent geweest, zet je daar een toorts neer. En zo ga je verder. Zo weet je waar je bent geweest. En waar geen toort staat, dan moet je gewoon terug. That is a pretty good one. Ja, maar Ilko is echt een beest in Minecraft, of niet? Ja. En daar komt het op neer. Nou, hij speelt het al een tijdje, volgens mij. Ja, daarom. En sowieso, je is nog wel een stukje ouder als mij. Ik ben Ik ben 16. Dus ja. Er zijn genoeg kinderen die zijn 13 of zo, die hebben Minecraft ook al 2 jaar gespeeld. En 9 en 6. Ja, en 3. En die willen allemaal moderator worden op de DRG-server. Huppatee, gaat ze moderator voor jullie? Giveaways. Ik vond het wel grappig. Wat? Maar moderator zijn, waarom zou je zo graag moderator willen zijn? Ik weet niet, het is gewoon de kick op de DDG-server dat je dan een ban kan geven aan mensen, weet je wel. Ja, dat is waarschijnlijk de reden. Dat is waarschijnlijk de reden gewoon dat hun moderator is. Redstone! Hoe is het? Je blokt mij. Jij blokt mij. Kom je vechten? Oké, ik ga dan hier staan, zo op de rand van de lava. Ja, een blue shift. Mag jij me slaan? Hup. Ja? Voor het einde van de video vooruit. Oké. Nee. Ik wil eerst mijn diamonds. Ah, ja, tellen, hè? Je wilt eerst je diamonds hebben. Ja, sowieso. Ik ben een geldwolf. Oké, hier, kom. Want we nemen al echt diepe slang op, volgens mij. 20 minuten of zo. Oké, doe F5. Ja. Nog een keer. Ja. Oh ja, wacht. Wacht, eerst wat licht maken. Je weet wat ik wou doen? Ja. Oh, kut. Ja, maak licht. Gooi het weg. Ja, ik zit even in de verkeerde... Ik moet echt veel licht hebben. Overal, maat. Iedereen moet het kunnen zien. Sowieso. Het is gewoon high class swagger. Ja, je moet echt veel licht voor hebben, jongens. Dat is belangrijk. Ja. Als je ooit zoiets wil doen als mij, dan moet je gewoon licht hebben. Light is everything. Oké, F5. Oké, nice. Oké, daar gaan we. Leg het maar even. Oh, wacht, dan moet ik wel even deze shit wegdoen. Oké, leg het maar even uit. Doe even anders even je inventory helemaal onderin even eentje weg en dan ga je daarop staan. Ja. Mooie shizzle, pizzle, de dizzle, de shittle. Ja, precies zo. Oh, wacht, even naar achter. Zo. Zo. Oké. Zijn nu wel recht voor mijn beeld? Ja, maar jij neemt op, dus. Ja, daarom. Ja. Maar in ieder geval, jullie zien zijn skin. Dit is een Spider-Man skin, maar wat zie je nog meer? Wat zie je nog meer? Als jullie het raden, dan kunnen jullie een duo commentary, een trio commentary eigenlijk moet ik het zeggen. Ja, triple, niet een trio. Ja, trio komt er nog een keer, jongens. Nee, dan kan je een triple commentary
of hoe je het ook wil noemen, kan je gewoon met ons twee gewoon kan je survive. Dadelijk, ja. Daar komt het op neer. Deze staat ook op mijn, oh trouwens, misschien een Quadro, kan dat? Nee, want op mijn kanaal hebben we hem ook staan, wie hem raadt, snap je? Ja, precies. Dus dan hebben we er vier. Dus dan zit je met z'n vieren en wie raadt wat het antwoord is op deze vraag. Je zal, zet de vraag ook maar in de beschrijving, want dan weten mensen dat ook. Het komt er zeg maar op neer van, je kan gewoon een duo krijgen op allebei onze kanalen. Ja. Laten we het daarop houden. Je kan gewoon met ons vijf op allebei onze kanalen. Dat bedoel ik. Dus liever een likeje en doe jij maar een verdere outro. Bent gewend. Ja, dus doe even een blauw duimpje omhoog, want YouTube is zo scumbag dat ze het blauw maken. Ja, abonneer op Destruder97NL, want hij heeft opgenomen vandaag. En anders zou ik het gewoon zeggen van ja, niet, maar nu wel. Gewoon nee, doen. Gewoon doen. En volg me op Twitter, @mitterboy19. Het is Destruder97NL, wat? Alles is mij Destruder97NL. Zelfpromotie en zo. En, altijd. Dus ik zet even een link in van die video die wij hebben opgenomen op jouw kanaal. En dat was het, hè? Dat was hem. Ciao. Later.